Dit is wel heel mooi, zie je dat, die gebouwen ook. Het gaat allemaal in Cortés. Zou je dit nou zien? Ik ben vanmorgen wakker geworden met het gevoel... toch wel hoe ik de vraag moest gaan stellen van... Goh, wanneer laat je wat van jezelf zien? En als je dat niet doet, nou ja, goed, dan weet ik in ieder geval voor mezelf genoeg... dat ik mijn gevoel ook gewoon uit kan schakelen. Of op een laag pitje kan zetten. Want dan is het dus niet van beide kanten. En dan is het ook goed zo. En ik heb vanaf vanochtend al meer afstand genomen zelf. Nou, wel toevallig dat we dit zien. Nou... Geen koffie of cappuccino? Cappuccino. Hoe ben je net gehad? Goed toch? Nou, ik denk, wij niet bij elkaar Pasen, denk ik. Nee? Dan? Ik geef de rustig ben, denk ik. Ik heb? Ja. Dus dan merk ik van de week zo wel een beetje, dat ik een beetje kalm aan ben. Teruggetrokken ben. Ik denk, ja. Is wel zo, of niet? Ja, maar is dat dan het enige? Waarom ben je niet bij elkaar Pasen? Nee, ik denk, ja... Ook daar, ik denk dat je meer naar mee doen en laten, dat je die meer niet bij kunt houden, vermoed ik. Denk ik dat? Vermoed ik. Ja, en dan moet ik in de klik zien met wel. En mean, ja, ik vind hem kei leuk, maar om er een verkering mee te krijgen, dat denk ik niet. Nou ja, je bent me net vol en ik wilde het aan jou vragen of jij dat zag zitten. Kijk, want dat denk ik dan. Kijk, even goed, we kunnen perfect samen. Niks met een helm, maar verkering is iets helemaal van. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik heb bij jou niet gezien van de week dat je me inderdaad meer dan leuk vond. Dus daar was ik ook wel naar op zoek. Ja. Maar als dat er niet is, dan is dat was dan niet. Ook goed. Kijk, dan kunnen we weer helemaal veel doen. Maar dan houden we weer voor de gek en jou voor de gek en mijn eigen. Dan schiet er niks meer op. Daar hebben we niks aan. We kunnen gewoon eerlijk zien, ja, er is niks. Alleen vriendschap, klaar. Ja. Zo is het zo. Dat vind ik dan. Nee, maar ik ben wel blij dat je dat zegt. Ik had het ook al wel gevoeld dat het er niet is. Ja, dat dacht ik al. Je bent ook niet van gisteren. Hoor. Ik heb toevallig gisteren ook... Ik denk dat zou ik toch eens even vertellen. Of mededelen. Dat zou ze netjes vinden, om dat te zeggen. Ja, anders had ik het gezegd. Ja, hier. Nou, dan zien we het erover eens. Dan is het prima. Of gezegd, ik had het in ieder geval gevraagd. Want ik had ook wel het gevoel dat het er niet in zat. Dat ik in ieder geval niet zag wat ik wilde zien. Ja. Mijn gevoel, Geert, is nog steeds goed. Het is gewoon een hele leuke, spontane kerel. Alleen qua inhoud, zeg maar, die ik denk ik bij een kerel zoek, ja, dat heeft hij gewoon niet. En dat is ook de reden dat hij nu zo'n uitspraak gewoon doet. Van, nou, weet je, het is er niet en ik voel het niet en wij gaan geen verkering krijgen, zoals hij dat al zei. Nou ja. Helemaal goed. Ik zeg altijd, ik moet iemand hebben met mijn vrouwelijke ik. Nou, dan valt nog niet zo mee om die te vinden. Maar dat is... Ach ja, is goed zo. Zo werkt dat wel. Ach ja. Ik ben wel blij dat ik erachter gekomen ben dat het van binnen nog werkt als ik een leuke man zie. En ja, een ervaring rijker en een illusie armer. Goed. Zo be het. Ik voel me er prima bij. Kijk, als er niks is, dan is er niks. En dan kunnen we wel elkaar aan het lijntje houden. Daar heb je niks aan. Dus het is prima zo. Ik heb mijn wow-factor niet gevonden. Nou. Maar wie weet, komt hij nog wel een keer tegen. Mijn wowie.